Mijn naam is Cindy de Graaf. Ik ben de moeder van Max Graaf. En we zijn eigenlijk al bijna 9 jaar verbonden met de Dissonance Vision. Max is hier als klein kereltje van 6 jaar binnengekomen. En toen heb ik eigenlijk altijd al als vrijwilliger meegewerkt en altijd geholpen bij de kap, bij de green. Eindeloos haakjes aangenaaid aan de jurken, van de bloemenwals. Eigenlijk allemaal zo langzaam er een beetje ingerold. Uiteindelijk een beetje wat meer gefocust op de green. En de laatste 3 jaar eigenlijk als hoofdgreen verantwoordelijk geweest voor alle green die we hier moeten doen. Uitleg geven aan de karakters, aan de cordebelair, maar ook aan de moeders. Want we hebben natuurlijk heel veel moeders nodig. Of vaders die goed kunnen griemen of haar kunnen doen. Er zijn zat mannen die ook kunnen vlechten tenslotte. En uiteindelijk moeten ze natuurlijk allemaal hetzelfde kunnen doen. En hebben ze natuurlijk de taak om maar zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk volgens het programma en volgens de productie eruit te zien. Dit jaar hebben we eigenlijk een beetje een sombere productie, dus niet zo heel erg sprankelend. Alleen een paar rijke dames die er prachtig mooi uitzien met mooie rode lippen. En verder hebben we nog een hoop arme sloebers, mensen die er niet zo sprankelijk uitzien. Met vegen in het gezicht, maar toch in de make-up netjes erbij moeten zitten. En uiteindelijk, de Corps de Ballet is eigenlijk de leukste dit jaar, want die spelen de geesten. En die moeten toch hele mooie paarse ogen hebben met mooie accentuerende gezichten. Onder een kap, dus ze zien er echt wel echt als geesten uit. En dat geeft wel een heel erg mooi theatraal gezicht op het podium. Dus we zijn benieuwd hoe het allemaal uit gaat pakken. Dat het een fantastische, warme familie is waar je in terecht komt. Je bent onderdeel van het proces en je moet natuurlijk wel doen wat er van je gevraagd of als je je daarvoor hebt opgegeven. Maar het is altijd weer super. Ondanks dat Max eigenlijk dit jaar niet zou meedansen, heb ik hem wel opgegeven als vrijwilliger en toch de green verantwoordelijkheden gekregen weer dit jaar. En we kunnen eigenlijk niet zonder de Dissonance Vision. Dus, dat is wel het mooiste van dit hele project. Ieder jaar met de kerst begint het weer te kriebelen en wil je toch eigenlijk weer onderdeel zijn van die familie. En er hard voor werken, want er wordt in theater wel heel hard gewerkt door iedereen achter de schermen om alles weer mooi te krijgen. De kostuums prachtig neer te zetten en de kap en de griem, dat alles en iedereen er weer goed bij staat op het podium. Daar word je ronder van je oog. Dus eigenlijk is het slim om gewoon eerst met paars gewoon een rondje te maken.